Nog een handig trucje. Stel, je begint met een kleurenfilm. Je hebt een kleurenfilm geladen. En halverwege heb je meer zin in zwart-wit. Dan kun je op dezelfde manier je filmpje terug ontladen. Dus je noteert eerst en vooral natuurlijk aan welk beeldje was. Dan kun je achteraf bij het opnieuw laden van je vorig filmpje met die techniek van volledig gesloten diafragma en hoge sluitertijd teruggaan naar het juiste frame zonder de al bestaande foto's opnieuw te belichten. Nu als je dit filmpje eruit neemt, dan zie je dat dat lipje volledig erin verdwenen is. Dus op zich, zo kun je die film niet opnieuw laden. Als je ooit al een film zelf ontwikkeld hebt, dan wordt dat eigenlijk opengebroken. Dit is volledig lichtdichte behuizing. Hier is ook met zwart materiaal een afdichting gemaakt om het licht tegen te houden. Nu stel dat je dit filmpje dus. Stel dat we 10 opnamen gemaakt hadden. We hebben het eruit genomen, we hebben hierop de 10 genoteerd. Dan kunnen we dit filmpje alsnog opnieuw laden achteraf. Met dit handig toeltje. Wat dit doet is. Er zijn twee schuifknoppen. Deze twee. Je laat die alle twee achteraan staan. Dan heb je deze lip hier. Die steek je in deze gleuf. Zo. Dan je houdt het filmpje best ook vast. Dan doe je de eerste schuif vooraan. En dan draai je tot je een klik hoort. Dat was de klik. Ik zal even de klik bij de microfoon laten horen. Dat was ze. Op het moment dat ze geklikt heeft, neem je de tweede knop. Hier deze schuifknop. En schuif die ook naar voren. Het filmpje hou je telkens tegen. Hè. Zo. En nu hebben die twee lippen het filmmateriaal hier vastgegrepen. En kun je die zo eruit nemen. En dan heb je dit lipje terug om de film opnieuw te laden in je fototoestel.